terug naar uw voertuig na een reisonderbreking. Wat doet u voor u vertrekt in het kader van criminaliteit? Ik controleer de deuren van de cabine, die op slot zijn altijd. Nadien ga ik terug het zeil controleren en het dierkoord. Gelijkaardig ga ik ook onder het voertuig kijken of er iets vreemds onder het voertuig zich bevindt. Gaan we achteraan de deuren controleren, de laaddeur of het zegellicht nog erop staat of alles nog op slot is. En gewoon verder om het voertuig om dan opnieuw de cabinedeur aan de passagierszijde te controleren.